Kom, zing het. Sommigen denken dat het een soort van tover is. Heel veel mensen weten wel dat een 1 naar beneden is. En dat je het voelt 1, 2, 1, 2. Maar hoe je echt met je handen een orkest of een koor kan aanzetten, kan uitzetten, harder kan laten zingen, sneller kan laten zingen. Dat is eigenlijk het echte ambachtswerk. Dus de slagtechniek. Dan gaat het af en toe heel zacht in. Eén keer moet het sterk zijn. En dat is de kunst, is dat jij als dirigent precies het moment vindt, vlak voor het moment waarop zij forte moeten zingen, moet jij ze dat geven. Op het moment dat je wilt dat iemand alles mooi aan elkaar zingt, en dat kun je, dan ga je al heel gauw met je hand dit soort bewegingen maken. Nou, zo dirigeren heeft niet zoveel zin. Je moet blijven dirigeren. Maar wat je wel kan doen is met één hand zo'n beweging maken en met de andere hand blijven dirigeren. En wat je ook kan doen is met de hand die dirigeert veel meer dit soort bewegingen maken. En dan krijg je ook veel meer legato. En dus het hoort erbij dat je op een gegeven moment in staat bent om met twee handen heel verschillende figuren door elkaar heen te maken. Dat hoort bij, bij de kunstjes die je dan leert. Ja, dit is die vloer en achterwand van die bouwwerk van die soldaten. De achterklep gaat bewegen. Dus nu is het een vloer en straks wordt het een achterwand. Wat ik heel mooi vond. Dat was een decor bij de openingsscène. Stond er een enorme stalen wand. Stond echt bijna net in de orkestbak. En daar zaten in de rij allemaal koormensen op. Nou, en dat begon meteen met een ontzettende muur van geluid en van zang. Nou, dat was zo indrukwekkend. Dat is het mooiste wat ik gezien heb eigenlijk tot nu toe. Over het algemeen zijn het redelijk grote dingen die we hier maken. En de echte kleine dingen die worden bij de requisieten gemaakt. In wezen een beetje wat schoonmakers doen. Gewoon een bezem pakken en maar vegen. Je pakt een voorbeeld. Dus ik zet deze hier op. En ik teken gewoon in wezen in iedere vierkantje wat ik zie. Die rast die zet ik hier ook uit op ware grootte dan, 50 bij 50. En je tekent gewoon, je voelt de vierkantjes in, zal ik maar zeggen. Vivaldo is eigenlijk het liefje van iedereen. Vivaldo is een flirt. Dus eigenlijk, als jullie binnenkomen, is dan echt zo van, hé, hey, waar is hij nou? Wij komen hier toch... Oeh, oh, daar is hij. Oh, daar, weet je, dan heeft u een bedoeling om binnen te komen. Anders is hij... Wat mij vooral deze keer opvalt en wat ik ook heel leuk vind, is het bewegen en het zingen erbij. Het aspect van de opera, wat ik ook zo mooi vind. En ja, dus die combinatie van zingen, bewegen, mimiek. En dat is in deze les, komt dat heel sterk naar voren. Ik houd van muziek, ik sta ervoor open, maar opera was voor mij nog behoorlijk onbekend terrein. En ik leer er nu echt van houden. Waarom denken we dat één makkelij, Placido Amarania, aan elkaar plakken, klinkers, en licht, lichtklinkers.
geven, zingen, laten stromen. Probeer net als te doen, wat zijn er dit? Ja. Ik zou het heel fijn vinden als mensen die tekst heel erg bewust onder de loep nemen. Wat betekent welk woord? Hoe moet je het ook alweer uitspreken? Wat hebben we geleerd? En ook hoe gaat de zin? Waar mag je ademen? Waar mag je niet ademen? Dus de frasering, oftewel hoe zit een frase in elkaar? Dat je daar echt thuis mee bezig bent. Dat je niet alleen maar die nootjes zingt, dat stadium kunnen we achter ons laten. Hoe zitten de zinnen in elkaar? Oh, yeah.